Hallo en goed dat je weer kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is meneer Ruiterberg en ik help je graag bij het begrijpen van paragraaf 3 van hoofdstuk 2 stoffen. Deze paragraaf gaat over massa en volume. En er staat dus dat het voor voor leerlingen is, maar ook voor GL en TL leerlingen is deze les helemaal geschikt. Voordat we starten gaan we kijken of dat je nog weet waar de vorige paragraaf over ging en of je dat nog snapt. Uh, het verschil tussen zuivere stoffen en mengsels... Weet je dat nog? Kun je dat nog beantwoorden? Wat is het verschil daartussen? Uh, oplossingen en suspensies, dat zijn twee verschillende mengsels. Wat zijn de eigenschappen van de ene? Wat zijn de eigenschappen van de ander? Welke is met vaste stukjes en welke is juist perfect gemengd? Daar moet je iets over kunnen zeggen. En je kunt beschrijven hoe je stoffen kunt scheiden door middel van filtreren. Kun je een oplossing met filtreren scheiden of is dat de suspensie? En wat is dan het residu? Waar is het filtraat? Dat zijn allemaal dingen. Die je zou moeten weten van de vorige paragraaf. Als je dat allemaal nog weet, super, gaan we door naar de volgende. En dat is dus deze paragraaf 3. Heel veel doelen gaat hebben over hoe je de massa kunt bepalen, hoe je het volume kunt bepalen, hoe je het volume van een rechthoekig voorwerp kunt berekenen en hoe je het volume van een voorwerp met een onregelmatige vorm kunt bepalen. Nou, uh, die eerste uh, massa meten we in kilogram. We zeggen iets is 1 kilogram of 2 of 3 of 4. Ik ben uh, ongeveer 80 kilogram, om maar even een idee te geven. En massa is een maat voor de hoeveelheid stof. Nou, het is niet iets wat je bij maven uit je hoofd hoeft te leren, maar als je het kunt onthouden is het wel makkelijk. Dus massa is een maat voor de hoeveelheid stof. Hoeveel heb je van iets? Heb je twee keer zoveel, dan is het ook twee keer zoveel kilogram. En hoe meet je dan de massa? Nou, hoe komen we erachter dat ik 80 kilogram ben? Uh, dan ga ik op een weegschaal staan. Ja, dus hoe meten we de massa van iets? Dat is met een weegschaal. Um, nog even terug naar massa is een maat voor hoeveelheid stof. Stel deze astronaut hier, die, uh, die is op de aarde op een weegschaal gaan staan. Ja, uh, en hij gaf bijvoorbeeld aan dat het uh, 80 kilogram is. Is zijn massa op de maan anders dan op aarde? Vragen jullie. Oké, okay, dan heb je misschien antwoord bedacht. En dan wil ik even kijken of je dat antwoord kunt checken. Is de hoeveelheid stof van die man is dat veranderd nu die naar de maan is gegaan? Nee, is niet veranderd. Nog steeds hetzelfde ruimtepak, nog steeds dezelfde persoon die erin zit. Ja, goed, hij heeft misschien iets meer of iets minder gegeten, maar dan gaan we even niet op die details gaan we even niet letten. De hoeveelheid stof is onveranderlijk gebleven. Dus zijn massa is nog steeds 80 kilogram. Ja. Dus massa gaat over de hoeveelheid stof. En als je naar de ruimte gaat, dan is niet hoeveelheid stof anders, is dus de massa is dus steeds hetzelfde. Oké, okay, gaan we gauw door. En ik werk vanaf dit jaar, of eigenlijk vorig schooljaar, ook met uh, tabellen. Een tabel is een soort van uh, ja, klein, ik noem het maar bijbeltje, voor, uh, voor het hoofdstuk. En als je die tabel uit je hoofd leert, dan heb je in ieder geval de, de essentiële basis heb je geleerd. Wat moet je namelijk weten? Je moet namelijk uh, massa weten dat dat dus een grootheid is. Daar hebben we het net over gehad. Uh, en dat we dat meten in kilogram. En dat je kilogram weer afkort met KG. En zo komen er nog steeds weer eentje bij. Deze les komt er soms nog eentje bij. En in paragraaf 4 komt pas de laatste. En dan kun je elke keer even terugbladeren naar je aantekeningen en dan kun je weer verder aanvullen. Deze tabel is de kern van het hoofdstuk. Dus naast alle andere definities en woorden en dingetjes die je moet begrijpen, is dit echt de kern. Dit moet je uit je hoofd leren, anders dan ga je vastlopen. Jullie moeten ook kunnen omrekenen. Omrekenen betekent dat je bijvoorbeeld van kilogram naar gram gaat of de andere kant op van gram naar kilogram of zelfs naar milligram toe. Het zijn allemaal verschillende vormen van de eenheid van massa. Oké. Okay. Je moet onthouden in ieder geval dat 1 kilogram gelijk is aan 1000 gram. Dat moet je gaan onthouden. En dan weet je ook gelijk dat als je het wil gaan omrekenen van 1 kilogram naar gram. Dus dan moet je het omrekenen, wat wordt het dan? Dan moet je dus blijkbaar keer 1000 doen. Want 1 keer 1000 is 1000. Andere kant op is dan natuurlijk delen door. En dat moet je ook weten. Dus je moet van gram naar kilogram kunnen. En andersom. Hiernaast zie je de hele rij die je zou kunnen gebruiken. En daar zit een ezelsbruggetje in. Ik ga je hem straks laten zien. Volgende slide. Hierbovenaan zien we kilogram. Dit is hectogram. Dekagram. Wordt allemaal niet zo heel veel gebruikt. Gram wordt wel veel gebruikt. Decigram, centigram en milligram. Ook milligram wordt veel gebruikt. Vandaar dat ik je eigenlijk met name die stappen liet zien. Elk stapje is een stapje van 10, dus keer 10, nog een keer keer 10 en nog een keer keer 10. Ja, daar kom je in totaal op keer 1000 uit. En wat we net deden, gingen van kilogram naar gram. Dat is ook keer 10 keer 10 keer 10. Nou, dan kom je ook 10 keer 10 keer 10 is 1000. Dus dat is een keer 1000, die volledige stap. Als je dit moeilijk vindt, en ik weet dat heel veel leerlingen dit moeilijk vinden, omdat daar soms best laag op gescoord wordt, dan kan je het volgende ezelsbruggetje gebruiken. En dat is dit zinnetje. Kan het dametje met de centimeter meten? Wat een aparte zin, denk je misschien. Nou, daar gaat het ook een beetje om, want ezelsbruggetjes moeten een beetje raar zijn. En dan lukt het misschien om hem te onthouden. Dus hij begint met een vraag: Is het. Kan het dametje met de centimeter meten? Waarom is dat handig? Nou, de eerste letter van elk woord is een van die voorvoegsels van het. Dus die k komt van kilo, die h van hecto, die da van dekameter. En dan hebben we hier een rare, die wijkt even af. En dan de d van decimeter en de c van centimeter en de m van millimeter. Dat met in het zinnetje van kan het dametje met de centimeter meten, dat werkt met name als het gaat over de eenheid meter. We hebben het nu over grammen. Dan moet je op deze plek geen m neerzetten, maar een g. En dan werkt hij. En dan denk je, ja, oh, raar iets. Ja, Dat is nou helemaal zo. Uh, ik ga nog even teruggaan. Dus hier zien we hem. Kan het dametje. En dan moet hier dus de G met de centimeter meten. En als je dat zinnetje weet, dan kan je gelijk nog iets erbij aanleren. Want als je naar links gaat in die zin. En in de zin naar links is die kant op. Links in de zin. Dan is het delen. Hier zie je een deelteken. Links, L, delen, zit ook een L in. Links is delen. En rechts, R, is keer. Ook R of vermenigvuldigen, dat maakt niet uit. Er zit allebei een R in. Dus naar rechts is keer en naar links is delen. Dat is lastig, maar als je dit zinnetje onthoudt, kan het duimpje met de centimeter meten. Eén onthoudt naar links, delen, rechts, keer. Dan ga je, als het goed is, geen fouten meer maken. Ik hoop dat dat goed komt. Hier staat hij ook nog in beeld, zo kan je hem nog opschrijven als je dat wil. Gaan we door naar het volgende. Dat is weer even heel wat anders. Gaan we nu praten over het volume. Het volume van iets. En dat meten we in kubieke centimeter. Misschien heb je kubieke meter wel eens gehoord, maar het kan ook een hele nieuwe eenheid zijn. Bij wiskunde wordt die ook wel gebruikt. Bij wiskunde noemen ze volume geen volume, maar dan noemen ze het inhoud. Maar inhoud en volume is precies hetzelfde en het gaat over hoeveel ruimte iets inneemt. Hoe groot is het? Hoeveel ruimte neemt het in? Een liter melk neemt een bepaalde hoeveelheid ruimte in. Twee kubieke centimeter neemt ook een bepaalde hoeveelheid ruimte in. En dat is waar volume over gaat. Nou, je ziet hier een balk. Een balk neemt ook een bepaalde hoeveelheid ruimte in. Dit is een grote of nou, niet, zo'n stukje balk. Het is 10 bij 2 bij 2. En als je hier het volume van wil bepalen, dan doe je dus hetzelfde als bij wiskunde voor de inhoud. Dan doe je lengte keer breedte keer hoogte. We nou, kunnen alle gegevens even opschrijven. Lengte, breedte en hoogte. Uh, wat is gevraagd? Het volume. Nou, lengte keer breedte keer hoogte. 10 keer 2 keer 2. Oké, okay, gaan we hem helemaal even uitrekenen. 40 kubieke centimeter. En dat kubieke, dat is dat drietje wat erboven staat. Dus je hebt centimeter en dit is kubieke. Dus dit maakt het kubieke centimeter. Um, Oké. Okay. Als je deze berekening op wil schrijven en je wil uh, niet heel veel moeite doen. Dus je wilt niet dit helemaal opschrijven, maar je wil wel opschrijven wat je zou moeten opschrijven, dus het minimale. Dan moet je het zo doen. Schrijf je gewoon op volume is gelijk aan de berekening 10. Keer 2, ik zal even nog een keer tekenen doen. 10 keer 2 en nog een keer, keer 2. En dat wordt dus 40. Dan nog de eenheid kubieke centimeter. Als je dit opschrijft op je toets, dan heb je alle punten. Maar dan laat je zien wat je uitrekent. Je laat je berekening zien. Je antwoord en de eenheid. En dat is alles wat je moet laten zien. Dan gaan we terug naar die tabel. En daar kunnen we dan volume bij schrijven. Want we hebben nu ook geleerd dat er ook iets bestaat als volume. En dat we dat meten in kubieke centimeter. En dat de afkorting van de eenheid, het symbool van de eenheid, is CM3. Kun je overnemen. Ga ik houden door. Uh, want we moeten ook het volume kunnen omrekenen. We moeten massa kunnen omrekenen. We moeten ook volume kunnen omrekenen. Nou, dan moet je nou ook weer een paar dingen onthouden. Net was het 1, nu moeten we meer dingen onthouden. Namelijk dat 1 kubieke decimeter. Is dat voor decimeter, en die 3 maakt het kubieke, gelijk is aan 1 liter. Oké, okay. moet je opschrijven, moet je gaan onthouden. We moeten ook gaan onthouden dat 1 kubieke centimeter, kubieke centimeter, gelijk is aan 1 milliliter. 1 milliliter. En je ziet die L is een hoofdletter, en verder zijn het allemaal kleine letters. Dat is wel belangrijk bij natuurkunde. Probeer dat gelijk goed te doen, dat helpt je. Nou, dan zie je hem nu in het groot. Want naast dat je deze moet onthouden, moet je eh, nog meer kunnen. Dat is namelijk gewoon kunnen omrekenen. Het is weer dezelfde zin. Kan het dametje met de centimeter meten? Alleen omdat er nu een drietje boven de m staat. Doen we, is elk stapje niet 1, 0. Dus een 1 met 1, 0. Dus niet elk stapje is dan 10. Normaal was het net was het 10, hè? 1 nulletje. Nu is het met elk stap 3 nullen. Er staat een 3 boven 3 nullen. Hoeveel is het anders er een 2 boven staat? 2 nou, nullen. Dus anders het stappen van 100. Opnieuw hetzelfde. Hè? Ga je naar rechts in de zin, dan is het keer. Ga je naar links in de zin, dan is het delen. En hier zie je dat ook nog een keer dat DM3 gelijk is aan liter. En CM3 gelijk is aan milliliter. Deze hoeven jullie niet te kennen. En deze hoef je ook niet te kennen. Die wordt niet gebruikt. Oké, okay. nou weten jullie hopelijk genoeg van deze dia af. En dan gaan we gauw door. Uh, naar het volume van een appel. Oftewel een onregelmatig voorwerp. Hier kan ik niet lengte keer breedte keer hoogte doen. Ik kan iets anders verzinnen. Ik kan, wat kan ik doen? Ik kan een maatcilinder pakken. En daar kan ik water in doen. Bijvoorbeeld 500 milliliter. Kijk, ik zie dat die gaat tot 1000 milliliter. Dus als ik hem tot de helft vol doe, dan zit er 500 in. En dan pak ik mijn appel, en die appel die til ik op, en die doe ik erbij in. die druk ik onder water. Nou, het water gaat natuurlijk omhoog. De hoeveelheid dat het water omhoog is gegaan, is precies gelijk aan hoe groot de appel is. Dus waterniveau met appel kun je aflezen, is 700. Zonder appel was het 500. Hoe groot is de appel? Nou, 200. Dit noemen ze de onderdompelmethode. Je moet iets onderdompelen en dan zie je hoeveel het water is gestegen en dat vertelt hoe groot het volume is, hoe groot het voorwerp is. Moet je weten. Je moet weten dat het onderdompelmethode heet en je moet er ook wat sommetjes mee kunnen oplossen. Dan nog een paar laatste dingen. Als je die maatcilinder gaat aflezen, dan moet je altijd even rekening houden met dit kleine opstaande bochtje aan de buitenkant van het glaswerk, aan de buitenkant, eigenlijk de buitenkant van de binnenkant. Je begrijpt vast wel wat ik bedoel. Die moet je er eigenlijk van afdenken. En daarom moet je ook zorgen dat de hoek waaronder je hem afleest 90 graden is. Dat is ook belangrijk. Dus dat je niet onder een, van boven naar beneden gaat kijken, want dan klopt je meting ook niet. Dus daar moet je een beetje rekening mee houden. En natuurlijk geldt die onderdompelmethode niet voor alle materialen. Want als je het met een spons zou doen, ja, dan komt er geen goed antwoord uit. Want dan gaat natuurlijk heel veel water ook in die spons zitten. Dus dan klopt het niet meer. Oké, okay, dat was de les. Hopelijk heb je nu genoeg informatie. Om alle vragen te maken van die paragraaf. 1 tot 12. Best veel. En we kunnen ook nog even testen of de doelen behaald zijn. Waarmee kun je de massa meten? Waarmee kun je de massa bepalen? Nou, ik heb het gezegd. Hoe bepaal ik de massa van mezelf? Kom je erachter? Het volume. Hoe doe je dat van een balk? Hoe doe je dat van een onregelmatig voorwerp? En. Um, even kijken. De. Ja, een stukje omrekenen, maar dat zit hier niet in de doelen, maar dat moet je wel kunnen. Er worden wel vragen over gesteld. Kan het dametje met de centimeter meten? Ik wens jullie heel veel succes met het maken van de vragen. Ik wens jou heel veel succes en ik wens je ook nog een hele fijne dag. En ik hoop je te zien bij de volgende video.